Het grote monument is een sokkel. Op die sokkel staan de namen van alle 477 slachtoffers van oorlogsgeweld in de spoorsector. En op de sokkel staat een combinatie van vier figuren. En die vier figuren beelden heel erg mooi uit de samenhang tussen aan de een in de ene rol het verzet. De tweede rol is de eendracht van het land, de moederzorg en de inkeer. En die vier bij elkaar geven een prachtig beeld over alle aspecten die te maken hebben met herinneren, met vergeven, maar niet vergeten. Op de vijfde herdenkingsdag van de spoorwegstaking wordt dit gedenkteken voor de gevallenen onthuld. In het 3 meter hoge monument is de gemeenschappelijke verzetstrijd gesymboliseerd. Familieleden en collega's van de gevallen spoorwegmannen behoren tot hen die de voet van het monument met bloemen bedekken. Ja, de rol van Nederlandse spoorwegen in de Tweede Wereldoorlog was er een die aan de ene kant zijn uiterste gedaan heeft om de bereikbaarheid en de mobiliteit onder zeer moeilijke omstandigheden om dat overeind te kunnen houden. En tegelijkertijd onder de bezetter is dezelfde onderneming gedwongen om ook zijn medewerking te verlenen aan transporten. Nou, dat heeft geleid tot transporten van mensen naar kampen in Duitsland. Het hoofdgebouw van de Nederlandse spoorwegen te Utrecht stond in het centrum des lands. Centraal was in onze economie de positie der spoorwegen. Met hun ruim 30.000 man personeel zorgden ze voor het grootste deel van het interlokale personenvervoer, maar de spoorwegen vervoerden ook goederen. Zomer 40 had de directie een tweeledig akkoord met de Duitsers gesloten. Het ene lid hield in: wij houden het bedrijf in eigen hand. Dat is, vaak niet zonder strijd, volledig gelukt. Het tweede lid van het akkoord met de Duitsers hield in: wij zullen uw vervoersopdrachten accuraat uitvoeren. Nederlandse treinen brachten de opgepakte Joden naar Westerbork. Ze wekten aanstoot in brede kringen en deden bij die Nederlanders die met hart en ziel in het actieve verzet stonden, weinigen, het besef groeien: hier moet iets tegen gedaan worden. Er kwamen pogingen tot sabotage voor. De schade was soms aanzienlijk, maar de spoorbaan werd steeds spoedig hersteld en zo groeide het gevoel dat dergelijke daden van verzet, al ging er een zeker moreel effect vanuit, praktisch van weinig betekenis waren. Het effectiefst konden de spoorwegen maar op één manier lamgelegd worden. Op één teken en overal tegelijk. Dat stond vast voor de sterkste figuur in de directie van het bedrijf, ingenieur W. Hupkes. In 1943 ging hij zich instellen op een complete staking. We spreken dat woord zo gemakkelijk uit. Er stond tijdens de bezetting de doodstraf op. Maandag 18 september is het spoorwegverkeer goeddeels lamgelegd. En waar in die eerste dagen soms harde dreigementen van de verzetsgroepen nodig zijn voor men de stations en de emplacementen verlaat. Niemand voorziet dat men die staking met alle daaruit voortvloeiende moeilijkheden bijna 8 maanden zal moeten volhouden. Wat op mij elke keer weer zo'n indruk maakt, is het bedenken in wat voor soort dilemma's mensen in dat soort omstandigheden zijn. Waarbij het dilemma aan de ene kant, het ene kant ingegeven wordt door de rol, de taak, de loyaliteit, het plichtsbesef wat er is. En aan de andere kant het gevoel van hier gebeurt iets wat niet goed is. En dan krijg je in zo'n situatie krijg je ook ontroerende beelden komen erbij. Dat mensen die betrokken waren vanuit het spoorbedrijf met transporten naar Duitsland toe van onschuldige mensen, dat diezelfde mensen de dragers waren van de berichtjes en de briefjes die ze terugbrachten naar huis. Dat diezelfde mensen probeerden om in voedselvoorziening hun bijdrage te leveren. U hebt één keer een jodentransport moeten rijden. Ja.
Wist je van tevoren dat je dat... Wist je niet van tevoren, nee. Hoe ontdekte je dat? Als je voor de trein kwam, met dat machine. Dan zag je de Duitsers heen en weer lopen en je hoorde wat in de trein. Je zag armen boven die luiken uit. Je weet wel, die werden in die veewagens, die groenten werden, waar die schuifluiken in zaten, daar werden die mensen in getransporteerd. En je hoorde natuurlijk het een en ander. Maar je had geen keus, want je werd gezegd, trein dat en dat, nummer, wat erin zit, dat weet je niet. Dat zie je later pas als je met de machine ervoor komt. En dan is er geen terugweg meer. Helaas heb ik er gelukkig maar één keer hoeven te doen. Was er een keus? Was geen keus. De enige keus was naar Duitsland. Arbeiden in Duitsland. Op transport. Dat was de enige. Weigeraars waren er niet bij. En daar zitten ze ook nog te wachten op inkomsten. We hadden het al niet zo gek breed thuis. Dus er moest wat op tafel komen. Ze moest gewerkt worden. Het allerbelangrijkste, meest zichtbare is een dodenherdenking op 4 mei, s'avonds om 8 uur, wanneer al onze treinen in het land stilstaan. Maar daarnaast ook de dodenherdenking die we hier doen voor de slachtoffers in oorlogstijd van de gehele spoorsector. Dat gebeurt hier vlak buiten het kantoor. We onderhouden heel veel plaquettes die op stations neergezet zijn. Die vaak heel erg simpel zijn in zijn vorm, maar daardoor juist heel erg treffend. En in haar schatting denk ik dat we zo'n 125 stations hebben waar een herinneringsplaats is, die we vervolgens ook onderhouden. 477 slachtoffers van precies datzelfde oorlogsgeweld is de andere kant van de medaille. Van de andere kant van zeg maar, het excuus voor wat er uitgevoerd is. Omgekomen, eveneens door zinloos geweld. En dat brengt ons ook weer in de herinnering naar vandaag toe en de reflectie, omdat er ook vandaag zinloos geweld is.